Heel zelfverzekerd ziet ze eruit. Ja, en dan hebben we hier Vanessa Ferrari, de heersend wereldkampioen. Dat werd ze eind vorig jaar in Aarhus. De eerste wereldkampioene uit Italië in de lange turngeschiedenis. En kijken samen waarmee ze begint. Dat is echt balans, hè? Dit zijn de balanselementen op de Eversbalk. Als eerste geplaatst voor de finale. En vandaag moet ze het dan ook nog allemaal waarmaken. Want je krijgt niks cadeau. Dat hebben we gisteren gezien ook bij Juri Vergelder. Een schroefsalto op de balk. Ongekend. Hier een wankelingetje bij de pirouette. Ja, nu op weg naar het slot. Eerst nog een wisselspagaatsprong. Heel goed. Dubbel gehoekte salto tot slot. Uitstekende landing. Kortom, een prima prestatie van Vanessa Ferrari. 16 jaar jong. Ze moet dit jaar nog 17 worden. En hier zien we hoe met de handen en de voeten er steeds grip moet zijn op die Eversbalk. Hier was ze even uit balans. Hoog op de voorvoet, zo moet de pirouette worden uitgevoerd. Een technische eis. En haar coach Enrico Casella. En ze traint in Brixia. Dat is een stadje in de provincie.